Lingerieketen Hunkermuller gaat op zoek naar een nieuwe plek voor het distributiecentrum in Hilversum. Het aangekondigde vertrek is een opluchting voor de bewoners van de Liebergenweg. Nou, daar zijn we heel blij mee. Want we krijgen steeds meer van dit soort zware trailers door de straat. Met zeecontainers en noem maar op. Ja, het is een gekkenhuis. Ze gingen hier gewoon tot aan het tuinhekje gingen ze de stoep op. En ik vind dat gewoon echt te gevaarlijk. Ik durf mijn kinderen hier niet alleen op de stoep te laten zijn. De bewoners voeren al jaren strijd tegen de overlast van het vele vrachtverkeer. Zwartboek hebben we gemaakt, spandoekenacties, een levend lintactie. En iedere keer weer aandringen op verhuizen en iedere keer de problemen benoemen. Nou, uiteindelijk heeft het dus opgeleverd dat Hunkermuller gaat verhuizen. Naar verwachting heeft de lingerieketen in 2019 een nieuwe plek. Maar de bewoners zijn sceptisch. Ik had toch wel iets meer blijdschap verwacht bij jullie. Maar ja. Is het nou feest of is het geen feest? Je durft het nog niet? Ik durf het nog niet zo goed. Nee. Dat is het. Eerst zien dan geloven. Ja, dat een beetje, ja. Durft de champagne nog niet te ontkurken eigenlijk? Dat is altijd nog afwachten wat ze precies doen. Want misschien doen ze wel een deel hier en een deel elders. Dus ja, je verwacht het, je hoopt het, maar het blijft spannend. Ja.